Dennis, we hebben elkaar eerder gesproken, maar toen als trainer van TVV. Nu als trainer van NSV, toen de tijd tweede klas, nu naar de vierde klas. Een opmerkelijke overstap. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken. Maar heb ik al eerder gezegd, TVV 3 seizoenen trainer geweest. Prima, gewoon goed naar mijn zin gehad. Maar op een gegeven moment voel je dat het klaar is. En NSV kwam. En ik ben niet zo van, ik moet per se tweede of derde klasse trainen. Ze hadden een goed verhaal. Daar waren we op een gegeven moment wel uit. En ik denk dat NSV de ambitie heeft om uiteindelijk een stapje hoger op te willen. Goede ambitie. Gezonde visie. Dus op basis daarvan en de gesprekken die ik daar gehad heb, heb ik besloten om volgend jaar of dit seizoen bij NSV trainer te zijn. Je zegt NSV een goed verhaal. Kort geschetst, wat is dat goede verhaal? Dat ze plannen hebben in die zin om een stapje hoger op te willen. We spelen nu vierde klas. Als je kijkt naar de selectie die er is, de faciliteiten die er zijn, het complex, de vrijwilligers, alles bij elkaar. Tweede elftal, onder 19, onder 23 wat op gaat starten. Ja, daar ben ik daar wel voor te porren. En de verhalen die ze daarover gedaan hebben en de kant die ze op willen. Daar was ik wel positief over en dat gevoel werd eigenlijk steeds positiever. Waardoor ik eigenlijk besloten heb om naar NSV te gaan. Ja, nou heeft een club als ze een goede trainer binnen willen halen altijd een goed verhaal. NSV dus ook. Klopt het verhaal? Tot nu toe wel. Het is gewoon goed ingericht. Weet je. We hebben over bepaalde zaken gesproken waarvan ik denk hoe het moet. En het is helemaal niet zo dat ik dat erdoor heb gedrukt. Maar goed, in goed overleg hebben we dat gewoon besloten. En de voorwaarden die we gesteld hebben, die hebben ze tot op heden gewoon fantastisch ingericht. Je hebt het prima naar je zin dus. Je hebt al een aantal trainingen meegemaakt, wat wedstrijden gezien. De namen kennen we ook, zeker de spelers die mee zijn gegaan, om het tussen haakjes maar even zo te noemen, van TVV naar NSV. Je kent veel spelers vanuit het verleden, laat ik het dan zo zeggen. Je hebt veel kwaliteit in huis toch? Nee, absoluut deze groep. Absoluut kwaliteit in huis. We hebben toen in juni hebben we alvast 4 trainingen gedaan. Om elkaar te leren kennen, kennis maken. Intensiteit van trainingen. Hoe gaan we trainen, wat gaan we doen. Daar zijn we 3 augustus op verder geborduurd. Tot op heden helemaal geen klagen. Nee, een goede selectie maakt ook dat je dan favoriet wordt voor de titel. Zeg ik dat goed? Dat heb ik van de week ook tegen een collega gezegd. Ik vind wel dat wij, los van andere ploegen, want ik kan het totaal niet inschatten, met de selectie die er staat, dat wij wel zeker in het linkerrijtje mee moeten kunnen doen. Bovenin. Dat klinkt heel bescheiden. Wat zijn dan je concurrenten? Ik hoor verhalen over Teylingen, dat allemaal heel goed. Die willen met alle wil aankomend seizoen kampioen worden en promoveren. Zo heb je nog wel een aantal ploegen. En ik denk dat je na een wedstrijd of 6-7 wel de balans kan opmaken van wat gaat er linksboven spelen, wat gaat er rechts spelen. Maar ik denk wel dat wij daarbij moeten spelen. Jij gaat toch gewoon kampioen worden, Dennis? Dat weet ik niet. Nogmaals, ik heb geen idee. Sommige ploegen ken ik. Meerburg doet het elk jaar goed. SJZ, Teylingen. Er zijn natuurlijk een aantal ploegen bijgekomen vanuit de derde klas. Echte mutaties weet ik niet. Ik kan alleen kijken naar wat wij hebben. En dan denk ik dat wij daar gewoon nogmaals in het linkerrijtje bovenin mee moeten kunnen spelen. Nicolas Boys heb je net gehad. Die noemde je net niet als concurrent. Ben je niet bang voor? Nee. Nee. Kijk, weet je, het is gewoon lastig inschatten. En soms vergeet je een ploeg. We hebben net tegen Nicolas Boys gespeeld en die winnen we met 2-0. Ik weet ook niet of ze compleet zijn, ja of nee. Is misschien ook een ploeg, zijn dit jaar ook geloof ik 5e of 6e geworden. Hebben ook lang in het linkerrijtje gespeeld. Dus het zal best dicht bij elkaar liggen. Dennis, dankjewel en heel veel succes. Graag gedaan.